Met een startschot van wethouder Paul de Beer ging vanmiddag het Bredase schaatsseizoen officieel van start. Na ruim een half jaar zonder ijs ligt er weer een mooie ijsvloer in de hal aan de Terheidenseweg. Het is eigenlijk heel warm buiten voor schaatsen in deze temperaturen gaan normaal niet. En natuurlijk slaat het ijs wel een beetje aan. Zo noemen we dat hij wit wordt en stroeven. Maar hij is hartstikke mooi vlak en hij blijft wel glijden. En dat ondervond ook de wethouder zelf. Het zag er nog wat onwennig uit, maar hij kwam goed weg met het excuus dat hij 10 jaar niet geschaatst had. Hoe ging dat? Het vertrek ging niet best, nee. En ik kom hier nu ook nog niet in een duizelingwekkende snelheid aan. Maar je voelt al wel dat je na 1 rondje al wel weer een beetje het gevoel terugkrijgt. Maar het was echt 10 jaar geleden dat ik op schaats had gestaan. En dat is natuurlijk speciaal en leuk dat hij zijn medewerking ook op sportief niveau heeft hier aan meegewerkt aan deze mooie open dag. Wat vind je van zijn schaatstalent? Kan beter, dus ik hoop hem meer keren hier op de ijsbaan te mogen ontmoeten dit seizoen. Maar de wethouder heeft ook vooral de ambitie om anderen naar de schaatsbaan te halen. Want hij wil proberen om grote sportevenementen op de Bredase kunstijsbaan te krijgen. Ik ben wel nieuwsgierig of we misschien met wat kleine aanpassingen hier ook wat grote, wat meer evenementen kunnen laten landen. Een NK of een andere grote wedstrijd. Het zou goed zijn voor Breda. Deze locatie wordt ontzettend gewaardeerd door zowel Bredanaars als eigenlijk iedereen in Zuidwest-Nederland. Want we hebben de beste voorziening op dit vlak in Zuidwest-Nederland. Nou, dan verdient deze locatie eigenlijk ook wel om een paar mooie evenementen hier naartoe te halen. Dat zou heel erg leuk zijn. Maar we hebben een landelijke marathon dit jaar. En vorig jaar hebben we al het Nederlands kampioenschap voor junioren gehad, marathon. En waren ook een paar rijders van mij, wij zaten in het Nederlands kampioen zijn geworden. Dus dat was superleuk. Maar echt een groot toernooi, zoals een EK en WK, ja, die gaan toch echt naar de overdekte banen, zoals als een T-half toe. Ja, onze accommodatie is eigenlijk niet helemaal voor ingericht om echt de topsport binnen te halen. Uiteraard vinden hier wel gewoon wedstrijden plaats op regionaal niveau. Maar we hebben bijvoorbeeld 19 december ook de landelijke marathon. En dan ontmoeten we hier 4000 bezoekers en dat is echt wel een happening. Maar we hebben geen tribunes of we zijn niet zo ingericht als T-half in Heerenveen. Ik zit nu nog geen 6 weken, dus geef me nog even puzzeltijd. Maar de ambitie is er om mooie evenementen in Breda ook op schaatsvlak te laten landen.